De politie is op zoek naar een verdachte in verband met een schietpartij dinsdagmiddag bij een sportschool aan de Druivenstraat in Breda. De jongen waarnaar gezocht wordt zou na de schietpartij weggerend zijn. Niemand raakte gewond, wel raakte het pand en een auto beschadigd. Verschillende agenten hebben na de schietpartij de omgeving afgezocht naar de mogelijke dader. Ook een politiehelikopter werd daarbij ingezet. Het zou gaan om een donkergetinte jongen tussen de 17 en 20 jaar oud, gekleed in een zwarte jas of hoodie en een grijze trainingsbroek. Via Burgernet is er een melding uitgestuurd waarin wordt opgeroepen om uit te kijken naar de jongen, waarbij wel gewaarschuwd wordt om deze niet zelf te benaderen.